De zakenwereld zit vol met rare rituelen. Tony kwam door één van hen. Ja, dit is een zakenman. Die net was uitgenodigd voor een familiediner met kinderen. Tony en zijn vrouw hebben geen kinderen. Dat is waarom, na een ontmoeting met een punkmeisje in de buurt van hun huis, hij haar besloot aan te bieden om zich voor te doen als hun dochter. Zeg hallo tegen Melissa. En ze zal zoveel geld krijgen in slechts een paar minuten. Ze droomde er zelfs niet van om zoveel te verdienen in haar hele leven met koekjes verkopen. Violet begreep dat hun dure huis in gevaar was. En de bedreiging is Melissa. Die trouwens heel snel aan haar nieuwe huis gewend is geraakt. Ze voelt zich letterlijk thuis. Vanaf de eerste minuten na het tekenen van het contract. Het is duidelijk dat omdat ze deel is geworden van een beroemde familie, ze haar vorige leven zal moeten vergeten. Tenminste, voor een tijdje. Tony en Violet besloten hun best te doen om Melissa om te vormen van punk naar een dame. En je kunt deze transformatie niet aangenaam noemen. Het is zo moeilijk om je vorige leven te vergeten en iemand anders te worden. Iemand die je niet bent. Maar kleding was niet de enige verandering. Nu Melissa deel is geworden van de rijke familie, zal ze ook haar vorige dieet moeten vergeten. No. Misschien had ze vroeger junkfood, maar nu moet ze alleen gezond eten. Dat Melissa vroeger niet probeerde. En misschien was het haar favoriete verandering. Maar ze zal aan haar manieren moeten werken. Oh, Violet was vroeger net als Melissa. Maar toen ontmoette ze Tony, die haar leven voor altijd veranderde. Melissa's muziektalent maakte geen indruk op haar nieuwe familie. Al haar gitaarsolo's en zwaar geluid gaan niet goed samen met muziek die geschikt is voor het diner. Melissa moet kennis maken met een zeer conservatieve samenleving. Om eerlijk te zijn, voordat ze Melissa een viool gaf, had Violet een leraar voor haar moeten inhuren. Omdat een viool een audiowapen wordt in de verkeerde handen. What? Slaap in je eigen bed, niet een kartonnen. Een echte is zo'n genot. Denk je dat geld uitgeven makkelijk is? Nou, omdat ze zoete dromen zag, werd Violet's dromen nachtmerries. Vanwege het gesnurk van haar dochter, besloot de stylist alternatieve manicure-instrumenten te gebruiken. Melissa snurkte verschrikkelijk. Vooral voor een huis dat nog nooit snurken heeft meegemaakt. Of het heeft. Tony had een bulldog op een bepaald moment, maar hij werd snel overgeplaatst naar een asiel vanwege zijn gesnurk. Melissa klonk als een vulkaan tijdens een uitbarsting. Gelukkig wist Tony hoe hij van dit probleem af kon komen. Melissa is niet het enige nieuwe gezinslid. Maar Tony en Violet hadden niet eens een idee. Na het zien van een dier konden ze niet eens bedenken waar het vandaan kwam. Een rat maakte de rijke mensen bang. En zonder enige discussie belden ze de speciale diensten. Het is twijfelachtig of er dure parfum in deze fles zit. Gelukkig kwam de eigenaar de rat te hulp. Melissa hield haar geheim. Gelukkig vond een van haar ouders deze aanwinst in haar gezin niet erg. En een klein knaagdier mocht in huis blijven. Terwijl de eigenaar in het huis woonde, hij kreeg zelfs zijn eigen appartement. Melissa heeft haar ouders niet verteld dat ze een vriendje heeft. En toen ze het meisje in andere kleren zag, was Vincent een beetje geschokt. Vincent wordt vaak een probleemkind genoemd. Kinderen zoals hij willen iets breken of vernielen. Hij heeft alleen maar gitaar, riffs en gekke ideeën in zijn hoofd. Eén daarvan is om de familiefoto te ruïneren. Maar we kunnen niet oordelen over een artiest. Al bij al, Tony zou een goede piraat zijn. Tenminste, volgens Vincents mening. De kritieken waren niet positief. Zo erg dat de schilder uit zijn huis werd geschopt. De acties van haar nieuwe vader maakten Melissa kwaad. En ze besloot te protesteren met concerten ter ondersteuning van een artiest. Tony en Violet zullen zich deze dag herinneren als een dag van culturele revolutie.
Melissa's vriend ook. Niet van haar nieuwe uiterlijk. Vroeger was ze een rebel. Maar schattige roze jurk is niet erg rebels. Ze belde meneer Tony boos op en loste het probleem op met vrienden. Met zijn favoriete methode. Hij stopte de revolutionaire gedachten onder de jongeren door de rebellen uit te kopen. Ze veranderen volledig hun houding naar een conservatieve levensstijl. Na het zien van geld deden ze een complete 80 in slechts één dag. En hoewel ze met Melissa praten, waren ze haar vrienden niet meer. Ze veranderden in rijke kinderen. Melissa's enige kans om vrij rond te lopen in het landhuis verschijnselde alleen wanneer haar ouders vertrokken. Op zulke momenten kon ze exclusieve modeshows organiseren, gebruikmakend van haar moeders garderobe. En ze vergat niet om te doen alsof ze violet was. Gezichten trekken in de spiegel. Maar op een keer vond Melissa een kleine vaas. Ze besloot er noedels in te maken. Helaas waardeerde de eigenaar van de vaas de praktische toepassing niet. Na het zien van een dure antieke vaas in Melissa's handen, ze viel flauw. Het ziet ernaar uit dat ze de volgende keer geen antieke dingen zal meenemen zonder toestemming te vragen. Als Violet niet bezig is met het uitgeven van het geld van haar man, poseert ze vaak voor de camera's. Als model. Dat wetende besloot Melissa wraak te nemen op haar nieuwe moeder. Door al haar make-up te verbergen. Na aankomst bij de fotoshoot probeerde ze de afwezigheid van de helft van haar make-up te verbergen. Met de hulp van haar haar. Maar ze kon het niet lang verbergen. En al snel merkte de fotograaf dat Violet maar make-up op de helft van haar gezicht had. Maar in plaats van gelach hoorde het rijke meisje alleen opwinding. De nieuwe familie vergat niet dat het Melissa's verjaardag was. En ze organiseerde een echte marathon van cadeaus. Het jarige meisje vond het maar niks om het zachtjes uit te drukken. Al de cadeaus hadden veel te maken met het rijke leven. En haar beide ouders hielden geen rekening met de smaak van het meisje. Maar toch, de ouders slaagden erin Melissa gelukkig te maken door haar een exclusief poppetjasje te geven. Op een keer, na honger te hebben gekregen, vond Melissa genoeg moed om iets te doen wat ze nog nooit had gedaan. Te koken. Ze besloot om kip te bakken. Maar ze gebruikte goud in plaats van aluminiumfolie. Daarmee veranderde ze het diner in iets anders. Iets oneetbaars. Maar iets dat potentieel had. Dat Tony wist te zien. Hij zag een kunstwerk in het gerecht van haar dochter. Al snel werd het diner gepresenteerd aan de juiste mensen. En het werd verkocht in een van de meest prestigieuze galeries. Op deze manier maakte Melissa Tony nog rijker door haar onvermogen om te koken. Melissa bracht Violet een masker. Met dit gebaar als een teken van waardering. Het is een vreemde manier, maar Violet is klaar om zich te settelen. Deze dame was te voorzichtig. Ze kwam zelfs naar haar man om het te vertellen. En pas nadat ze haar masker had verwijderd en de reactie van haar man had gezien en al snel haar blauwe tonen, begreep ze dat de dochter geen vrede wilde sluiten. En ze weer streek uithaalde met haar ouders. Misschien zal haar liefde voor grappen Melissa nooit verlaten. Het zit in haar bloed. Rivaliteit kan niet eeuwig duren. Dat is waarom Violet besloot haar relatie met Melissa te verbeteren door een beetje over zichzelf te vertellen en over het zijn van een echte dame. Zodat Melissa op een dag iemand kon worden zoals zij. Heel snel bracht ze nieuws mee naar huis. Over het winnen van een collegewedstrijd. Maar de wedstrijd die ze won leek niet degene te zijn die Violet wilde dat haar dochter zou winnen. Melissa werd een geëerde verliezer van het jaar. Ja, een nominatie als deze bestaat. Iemand kan zeggen dat Melissa oncontroleerbaar is. Maar haar provocerende gedrag is slechts een resultaat van haar moeilijke jeugd. Haar verlangen om in het middelpunt van de belangstelling te staan beweegt haar. Niet in de goede richting. Haar energie is als een orkaan. Verwijdert alles op haar weg. En vernietigt vaak waar de eigenaars van houden. Dat op zijn beurt leidt tot constant vechten. Het heeft een slechte invloed op Melissa's algemene conditie. En leidt tot nachtmerries waarna het moeilijk is om te slapen. De dag van het contract kwam eindelijk. En het betekende dat Melissa afscheid moest nemen van haar ouders. Zeer binnenkort.
Maar Tony was zo verrast toen de zoon van zijn partner een punker bleek te zijn. Die de familiefoto verpestte. En niemand bij hem bekritiseerde hem om wie hij was. En dit voorbeeld deed Violet en Tony begrijpen dat Melissa een individu is. En dat ze haar moeten laten zijn wie ze is. Ze tekende het contract niet. En ze bleef voor altijd hun dochter. Wat vind je van Melissa's verhaal? Wat vond je het leukst? Wil je al onze nieuwe video's zien? Abonneer je dan op ons kanaal. Tot ziens!